Ooit was het zo. Als je boer was in Brabant, dan stemde je op het CDA. Nu geldt bijna het omgekeerde. Nog maar een enkeling voelt zich thuis bij het CDA. Dat blijkt uit een enquête onder veehouders. Het CDA heeft voor hun compleet afgedaan. Degenen die in de CDA zitten, dat zijn ook te weinig de praktische mensen. Die ook weer te ver van die alledaagse praktijk afstaan. Ja, ook binnen die partij is natuurlijk veel veranderd. Daar zitten minder mensen met een echt boerenhart nog in die partij, denk ik. Ja. Ja, dat het CDA op steeds minder steun onder boeren kan rekenen, blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant. De krant vroeg een kleine 1000 veehouders om hun mening. Opvallend is dat nog maar 5% van de boeren vertrouwen heeft in het ministerie van Landbouw. Ook de minister van Landbouw, Carola Schouten, scoort laag. Een magere 9% ziet het met haar nog zitten. En dat vertaalt zich ook in het stemgedrag. Want waar boeren vroeger bijna automatisch CDA stemden, wil nu nog maar 4% van de boeren een vinkje zetten bij die partij. Waar stemmen ze dan wel op? De boeren lijken massaal over te stappen naar de boer-burgerbeweging van Caroline van der Plas. Bijna 70% zegt voor haar partij te kiezen. Ja, het CDA, ooit de boerenpartij, decennia lang de grootste in Brabant. Maar de partij krijgt nu dus een flinke klap te verwerken. Bij deze agrarische bijeenkomst in Vredepeel weten ze wel hoe dat komt. Ja, want we krijgen steeds meer regels en het wordt steeds moeilijker gemaakt om om boer of tuiner te blijven. De overheid is zeker wel onbetrouwbaar als het over dit soort zaken gaat. En dat is ook aan het CDA te wijten, vinden ze hier. Maar dat was voorheen echt een agrarische partij, maar ik zie er weinig van terug. Ja. Was u een traditionele CDA-stemmer? Vroeger wel, maar de laatste 12 jaar niet meer. Ook bij Farmers Defence Force zijn ze teleurgesteld in het CDA. Ze zijn eigenlijk een beetje van hun roots afgegaan. We zitten hier natuurlijk in Brabant, een echte CDA-provincie. En ja, die zijn heel erg landbouw georiënteerd. Nou, als je dan mee gaat praten in kabinetten van, met halvering veestapels, aanscherpe maatregelen, ja, dan heeft dat heel veel negatieve impact op boerenbedrijven. Toch is hij er ook niet gelukkig mee dat het CDA verder af lijkt te drijven van de boeren. Het is niet goed voor hun onderhandelingspositie, meent hij. Als FDF denk ik dat wij gebaat zijn met zoveel mogelijk boer-minded zetels in de Tweede Kamer. En het liefst hebben wij een groot, maar dan ook echt pro-boer CDA. Met nog een hele hoop andere partijen natuurlijk, maar wij willen gewoon een sterke landbouwlobby. Volgens bestuurskundige Marcel Bogers leert het CDA nu een harde les. Omdat CDA zich toch een beetje liet afschrikken door grote boerenprotesten. We kunnen nog al die tractors voor het provinciehuis herinneren. En CDA toch ervoor koos om het provinciale beleid niet meer te steunen. Dus daarmee heeft het CDA toch wel eenzijdig positie gekozen voor de boeren. Maar je ziet dat die liefde niet van twee kanten kwam. Dat boeren toch dat niet vertalen in steun voor het CDA. Woordvoerder van het CDA laat weten dat ze balen van de uitkomsten van het onderzoek. Maar ja, zeggen ze, we kunnen niet de boeren altijd naar de mond praten. We moeten een eerlijk verhaal vertellen. En bijvoorbeeld, wij zijn niet voor krimping van de veestapel met 50%. Maar we zijn niet duidelijk genoeg in wat wij daar dan tegenover zetten. En dat moeten we gaan doen, zegt het CDA. Maar de vraag is of dat voor veel boeren niet te laat is.